Hoi, welkom bij Scout TV. Mijn naam is Chris en in deze aflevering hebben we twee onderwerpen. We hebben een kijkje genomen bij de Scout It Out in Dordrecht. Maar eerst gaan we zwemmen bij de Splash in Haarlem. Splash zijn de scouting zwemwedstrijden van de regio Haarlem. En dit jaar worden die voor de 18e keer georganiseerd inmiddels alweer. 800 kinderen doen er mee aan deze Splash. Die zijn verdeeld in een groep. De jongste groep zijn de bevers. Die eerst komen zwemmen zijn er 70 geweest. En de rest hebben hier achter in het zwembad wedstrijden gezwommen. 2 keer 10 minuten. In estafette vorm. Eerst worden 2 keer 10 minuten gezwommen. En hoe ze dat doen, dat maakt helemaal niks uit. Ze mogen borstkraal, rugslag, schoolslag. Ze mogen zelfs tijdens het zwemmen wisselen. Dat is het makkelijkst om dat ook te kunnen blijven doen. En daarnaast hebben we ook nog een keer de sprint. Dat is 25 meter zwemmen zo snel mogelijk. 1 per groep mag dat doen. En met dit jubileumjaar hebben we ook nog de 100 meter sprint. En voor de jongsten met z'n vieren 100 meter zwemmen. De groep 10, 11, 12-jarigen met z'n tweetjes. En straks in je uppie 100 meter zwemmen. Scouting bestaat 100 jaar in Nederland. Reden voor veel scoutinggroepen om activiteiten te organiseren in een dorp of stad. Zoals hier in Dordrecht. Scout It Out is een van de activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van Scouting Nederland. En hier in Dordrecht vieren we dat met 6 verschillende scoutingverenigingen. De 6 verenigingen uit Dordrecht. En we hebben vanochtend een activiteit gehad met de welpen en de kabouters en de dolfijnen en de bevers, niet te vergeten. En nu zijn de scouts aan de beurt om een leuk posterspel in het centrum van Dordrecht te doen. De oudste scoutinggroep in Dordrecht bestaat 99 jaar, heb ik me laten vertellen. Dat betekent dat zij dus in 2011 hun 100-jarig bestaan vieren. Dus wat dat betreft waren wij hier in Dordrecht er vroeg bij.